Burgemeester, het ergste leed is geleden? Ja, we zitten nu ongeveer 2 uur voor het bereiken van het hoogste punt van het waterplateau, zoals ze het zo mooi noemen. De prognoses zijn bijgesteld op 12,31 meter, dus dat is 60 centimeter onder het niveau van 1993. U bent een van de gelukkige burgemeesters die kan aangeven dat het allemaal minder is. Ja, nou de hoogwatermaatregelen de afgelopen 25 jaar hebben gelukkig zijn effect. En daardoor mogen we blij zijn dat de schades zoals stroomopwaarts in Zuid-Limburg, maar ook in Noord- en Midden-Limburg, dat ons allemaal bespaard is gebleven. Nou, we hebben de Bloemenstraat en Milsbeek preventief afgesloten, omdat het water daar tot aan het wegdek stond en het uit voorzorg beter was om die weg af te sluiten. Het waterschap heeft de Niersbrug gistermiddag afgesloten en de Niersbrug gaat dadelijk om 2 uur weer open. En dat is allemaal uit voorzorg vanuit het motief better safe than sorry. Denkt u dat de waterstanden van Gennep, tot de positieve invloed die het heeft ten opzichte van het zuidelijkere gedeelte, tot de perikelen bij de Stuw en Sandbeek daar mee hebben gespeeld? Durf ik niet te zeggen, Chris. Dat vind ik iets te verbazen om daar nu al conclusies aan te verbinden. Uit de evaluatie dadelijk zal moeten blijken van ja, oorzaken en gevolgen, om maar zo te zeggen. Ja, en dat wacht ik liever af om die feiten en cijfers boven tafel te hebben, alvorens ik nu al conclusies trek. Wat je in de hele regio ziet is dat er ook een saamhorigheidsgevoel gecreëerd wordt door dit soort rampen. Merkt u dat hier ook? Jazeker, zeker. Mooi voorbeeld ervan is eergisteren, toen een woning in Milsbeek dreigde over te lopen en toen binnen een half uur 40 mensen waren om zandzakken voor de deur te zetten. Dus ja, vormen van saamhorigheid zie je zeker. U heeft als gemeente ook nog wel een oproep gedaan voor het toerisme, het dagtoerisme? Ja, het ramptoerisme, om het zo mooi te noemen, is natuurlijk in volle gang. Kijk maar om je heen. Er zijn heel veel mensen die fietsend en met de auto hier naartoe komen. We hebben ook een aantal voorzorgsmaatregelen getroffen. Met name daar waar zich veel mensen ophouden. Maar we hebben ook, en dat wil ik toch maar nogmaals hier doen, een oproep doen aan de mensen om in ieder geval weg te blijven. En vooral heel voorzichtig te zijn, maar ook, en dat hebben we vanmorgen een mooi voorbeeld gehad, ga niet in of op het water. Want het is een levensgevaarlijke situatie, met stroming, maar ook met spul wat in het water drijft. Dus met andere woorden, blijf weg, ga niet op of in het water. Hoogstpunt komt eraan en u ziet het vol vertrouwen tegemoet. Nou ja, op basis van de prognoses en de inschattingen van het waterschap die de dijken heel goed monitort, kunnen we het hier met vol vertrouwen tegemoet zien. Verwacht u dat uiteindelijk de schade mee zal vallen? Voor Gennep denk ik wel, maar voor heel Limburg is het natuurlijk een catastrofe. Maasduinen Centraal.